een van de grootste natuurkundigen die ons land ooit heeft gehad. Tevens winnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Hendrik Antoon Lorentz, 1853-1928. Hoe het begon. Op 18 juli 1853 krijgen kweker Gerrit Frederik Lorentz en zijn vrouw Geertruida Ginkel een zoon genaamd Hendrik Antoon Lorentz. Wat zij toen nog niet wisten, was dat deze jonge man uit zou groeien tot een van de grootste, nee, misschien wel de grootste natuurkundige die ons land ooit heeft gehad. Het begon allemaal in 1866, waar Lorentz na de lagere school meteen in het derde jaar van de HBS mocht beginnen. In 1869 behaalde hij zijn diploma met niet alleen hoge cijfers op de exacte vakken, maar ook op de talen Engels, Duits en Frans. Dit zal hem in zijn verdere carrière erg van pas komen. Omdat Lorentz met een HBS-diploma niet naar de universiteit kon, deed hij staatsexamen Grieks en Latijns. Tijdens de jaren 1870 tot en met 1875 is Lorentz bezig met zijn studie wiskunde, natuur en sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Op 11 december 1875 promoveert Lorentz op zijn proefschrift over de theorie der terugkaatsing en breking van het licht. In dit proefschrift verklaart hij de verschijnselen over de terugkaatsing en breking van het licht voor het eerst vanuit de elektromagnetische theorie van James Maxwell. Nadat Lorentz verschillende posities weigerde, waaronder een als hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Utrecht, wordt hij in 1878 op 24-jarige leeftijd benoemd tot de eerste hoogleraar theoretische natuurkunde van Nederland. Tijdens de eerste jaren als hoogleraar leefde Lorentz een weinig opwindend bestaan en werkte hij in alle rust aan zijn onderzoeken en publicaties. Een van zijn publicaties is het in 1892 gepubliceerde La théorie électromagnétique de Maxwell et son application au corps mouvant. In dit artikel legt hij de basis voor de elektronentheorie zoals we die nu kennen. Volgens deze theorie van Lorentz bevonden elektronen en andere ladingsdragers zich in de ether die in absolute rust verkeert. Voor de lichtvoorplanting door de ether gelden de wetten van Maxwell. De ether en de geladen deeltjes werken op elkaar in via een elektromagnetische kracht die naar hen werd genoemd, de Lorentzkracht. Internationale erkenning. Het is pas in 1902 dat Lorentz internationale erkenning krijgt, als hij samen met Pieter Zeeman de Nobelprijs voor de natuurkunde in ontvangst mag nemen, voor het aantonen dat in een magnetisch veld de spectraallijnen van atomen zich splitsen onder invloed van sterke magneten. In 1904 verscheen Lorentz' belangrijkste werk, elektromagnetische verschijnselen in een stelsel dat zich met willekeurige snelheid kleiner dan die van het licht beweegt. Hierin toonde hij aan dat alle uitwerkingen van de beweging door de ether elkaar volledig opheffen, als men zijn contractiehypothese aanneemt. Een lichaam dat zich met zeer grote snelheid beweegt, wordt in de richting van zijn beweging samengedrukt of verkort. Het is deze theorie die een basis legt voor de in 1905 verschenen relativiteitstheorie van Albert Einstein. Maatschappelijk actief. Nadat Einstein in 1905 door zijn publicaties de natuurkunde volledig vernieuwde, kwam Lorentz tot inzicht dat van hem geen nieuwe inzichten meer te verwachten zouden zijn. Omdat Lorentz vloeiend Duits, Frans en Engels sprak, werd hem gevraagd de zogenaamde Solvay-conferenties te leiden, die vanaf 1911 jaarlijks plaatsvonden en waar natuurkundigen de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied bespraken. Hier zien we deelnemers van het congres het gebouw verlaten. Arthur Compton, Owen Richardson, Max Bohr, Madame Curie, Hendrik Lorentz en als laatste Albert Einstein. Doordat in 1916 in de rol als grote overstroming plaatsvond, kwam het alcohol om de Zuiderzee afsluiten weer te staan. Lorentz kreeg het verzoek om te zoeken naar een betrekking tot de Waddenzee en de plek van de afsluiting in het midden van de dijk om de Noord-Holland te zien als een dijk te zetten en de hoge dijk moeten zijn om de volgende dagen op te gaan. Na 8 dagen.
dijk gelegen sluizencomplex werd naar hem vernoemd. Alleen al door zijn waterbouwkundige berekeningen kreeg hij buiten de kring waarin hij verkeerde meer bekendheid dan door al zijn wetenschappelijke onderzoeken bij elkaar. Na een kort ziektebed overleed Lorenz op 4 februari 1928. De dag van de begrafenis. Donderdag 9 februari was een dag van nationale rouw. Uit heel de wereld waren wetenschappers en hooggeplaatste personen naar Haarlem gekomen. Mensen die de laatste eer wilden bewijzen stonden rijen dik langs de route die de stoet volgde. De vlaggen hingen halfstok en de klokken van Sint Bavo bijenden de hele morgen. Om 12 uur, het tijdstip waarop de begrafenisplechtigheid op de algemene begraafplaats aan de Kleverlaan een aanvang nam, werd het nationale telefoon- en telegraafverkeer gedurende 3 minuten stilgelegd. De plaatselijke trams kwamen tot stilstand. Het respect dat Lorenz genoot wordt treffend tot uitdrukking gebracht door Albert Einstein, die Lorenz zag als vaderfiguur. Deze verklaarde de relatief beperkte roem van Lorenz als volgt. De natuurkundigen van de jongere generatie zijn zich meestal niet meer ten volle bewust van de beslissende rol die Hendrik Antoon Lorenz speelde bij de vorming van de fundamentele ideeën van de theoretische natuurkunde. Dit wonderlijke feit berust hierop dat de grondslag van Lorenz' ideeën hun zozeer vlees en bloed is geworden. Dat zij nauwelijks nog in staat zijn zich voor te stellen hoe vermeten deze ideeën waren en hoe ver ze het natuurkundig fundament vereenvoudigen. Voor mij betekende hij meer dan alle anderen die ik op mijn levensweg ontmoette.